Hallo iedereen, welkom. In de video van vandaag gaat mijn kotgenoot kiezen wat ik allemaal eet. Nog even wat meer uitleg. Dus mijn kotgenoot heeft mij enveloppen gegeven waarin staat wat ik moest eten. Ik wist dat op voorhand niet, maar ze heeft mij wel een boodschappenlijst gegeven zodat ik sowieso alles in huis had. Ik heb dat echt gewoon heel slecht eigenlijk niet uitgelegd. Oké, dus. Lotte zei dat ik als eerste envelop de snack envelop moest opendoen, omdat daar ook het drinken van doorheen heel de dag op staat. Dus dat gaan we dan ook doen. De allereerste envelop. Ik ben fan van het dubbelpapier. Als je tussendoor een hongertje krijgt, kan je genieten van een heerlijk blaadje witte kool. Je drankje voor de dag is thee. Kan ik mijn leven. 'S morgens groene. Na het middag eten en namiddag zwarte met stevia. Om 4 uur een kopje chai latte. En na het avond eten kamille. Dan heb ik ook de envelop van ontbijt. Oké, het ontbijt is gebakken havermout met appel. Er staat een recept bij, een soort gebakken havermout. Dus chaos. Oké, dat ga ik proberen. Eerst groene thee. Dat was al aan het aanbakken. Een beetje siroop bij, ik weet niet hoeveel. Ik ben er helemaal van ondersteboven. Dan deel 2 van het ontbijt is de appel. In stukjes snijden, op een bord leggen en kaneel overdoen. Ik denk dat ik misschien wel eens de enige vegan ter wereld kan zijn die niet graag kaneel eet. Dit moet nu 2 minuten in de microgolf. Oké, dus ik heb mijn havermout vlokken granola. Ik heb appel met kaneel. Dus dat moet nu hierbij. Dan moet er een klein beetje melk bij en ik ben herhaaldelijk... Ik ga me een beetje hoger zetten, wachten. Ze heeft me herhaaldelijk op het hart gedrukt dat het zeker niet te veel melk mag zijn. Dat het echt zo vochtig gewoon moet zijn. De taste test. Dit is letterlijk... Hoe ik mij inbeeld dat herfst smaakt. Houtgebrand, bruin, notig, kruidig, warm, appel. Dus het is eigenlijk herfst in een bord. En dat vind ik wel, dat apprecieer ik wel. Hallo, het is nu 10:30 nog maar ik ga toch wel kijken wat de lunch is. Want ik denk dat het soep is en dan moet ik daar op tijd aan beginnen. Oranje van butternutsoep. Butternutsoep met crocs. Oké. Dus bij de pompoensoep maak ik een boterham met brood, kaas en dan edamame pasta. Ik doe altijd een beetje boter aan de buitenkant van een croque monsieur. Ik weet niet of dat eigenlijk moet, maar dat croque monsieur misschien is echt aan het ontploffen, dus ik ga dat er vlug tussen steken. Ziet er echt nog goed uit. Smaakt zo wat zuurig. Maar zo, ik weet niet, op een goede manier. Ik eet eigenlijk niet veel dingen dat zuur zijn. Het is wel een keer lekker. En zo met die kaas. Weet je wat lekker is, hè? Het zure van die pasta zo. Met het zoete van die soep. Het is 2:30. Ik ga een kleine snack eten. Maar de snack die Lotte had voorgesteld is witte kool. En ik moet zeggen dat ik daar toch niet zo'n zin in heb. Maar, dus ik ga het nog even proberen uitstellen en vanavond zal ik er wel van proeven misschien.
Dus ik ga nu voor de chai latte. Daar ben ik wel fan van. Ik ga nu mijn avondeten maken. En ik heb echt keiveel honger, want ik had geen zin in rauwe kool. Dus ik heb geen snack gegeten en ik eet altijd een snack. Dus ik heb mijn envelop van het avondeten. Het is een recept. Noodle stir fry with cashews and peanut lime sauce. Oh my god, er zit pindakaas in. Ik heb echt heel veel honger. Ik heb hier echt heel veel zin in. Er zijn ook zoals mijn buik. Nee, heb je honger? Wil je een blaadje kool? Lotte is boos dat ik nog geen kool gegeten heb vandaag, dus ben ik nu verplicht om kool te eten. Maar ze zegt, de buitenste blaadjes moeten eraf. Die zijn vermodderd. Maar moet dat wassen toch, of niet? Moet dat niet wassen? Dit is echt het meest vegan ding dat ik ooit gedaan heb. Ik ga het echt leuk vinden. Zie je? Dat zijn echt chips. Dat is dit! Niets te maken met chips. Het smaakt je naar radijzen. Moet je een blaadje? Ja. 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 Adam. Oké, dus Lotte heeft er mij net op gewezen dat ik nog thee moet drinken. Mag ik van u zwarte thee? Nee. Ik ga het toch doen. Dus u wilt u daar zo in? Oh. Het ruikt lekker naar Engeland. Het is heel warm. Oh, lekker zoet. De noedels zijn gekookt, nu nog de groenten. Ik ben weer zo in mijn vader dat ik pot pindakaas per week hier. Ik ook. Oké, dit is het eindresultaat. Wow. Een beetje noedels, een beetje groenten. Echt lekker. Zo smeuïg. Amai, dat is misschien mijn nieuw lievelingseten. Ik denk dat het op is. De allerlaatste envelop. Spannend! Ultra fudgy sea salt caramel brownies. Amai, het zijn toch gebakkenen, hè? Want ik heb niet graag zo van die rauwe. Ik heb ze nog nooit gemaakt. Amai, maar dat ziet er echt keigoed uit. Ja. Dus ik gebruik in plaats van kokosnootolie boter en ja, ik ben benieuwd of dat een probleem gaat zijn. Oei. Kan dat zijn dat het niet meer werkt? Het ziet er momenteel een beetje raar uit, maar ik heb nog hoop. Nog zoveel hoop. Onze keuken heeft het bijna niet overleefd, maar het deeg, ik weet niet of ik het deeg kan noemen. Mengsel zit in de schaal en de helft zit op mijn handen. En ik ga het nu in de oven zetten. Willen jullie de ravage zien, het stort dat wij onze keuken noemen. Ik denk dat het echt heel leuk is om met een YouTuber samen te wonen. Ja, dat kan ik bevestigen. Geniet het! Op camera ziet het er echt nog goed uit. Camera licht. De camera ziet het er zo oké uit. Maar eh! Wat is dat? Ik vind het wel lekker van smaak, hè? Laten we zeggen, geen brownies. Nee. Hoe zit dat? We blijven wel eten. Oké, dan gaan we hier de video afsluiten. Ja. Bedankt, Lotte. Graag gedaan, Lijst.